welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag echt reet warm gewoon. Het is 30 graden en ik zit op zolder. Iedereen met een zolder weet hoe heet de zolder wordt. Het voelt hier echt als 120 graden. Dus ik heb een ventilator staan achter de camera. Dus als je die kunt horen, mijn excuses. Maar als ik die niet aandoe, overleef ik het hier letterlijk niet. En ik moet vandaag 2 video's maken. Dus ik heb een beetje wind nodig. Ondanks de ventilator is het hier alsnog super warm. Dus het leek me een leuk idee om jullie mijn 5 minuten zomerlook te laten zien. Dus dit is de look die ik maak als het 30 graden is en ik ga gewoon even iets leuks doen en ik wil toch een beetje make-up opdoen, maar niet te veel. Dan is dit de look die ik maak. Ik heb het ook gedaan binnen 5 minuten. Het is een super snelle, super makkelijke look voor de hete dagen. Dus ik dacht, ik ga die aan jullie laten zien. Deze look heb ik ook de afgelopen dagen best wel vaak gemaakt. Ook heb ik een heleboel berichten gehad van jullie om zomerse looks te maken met deze hete temperaturen. Ik heb al in 1 video een hele leuke heftige zomerlook gemaakt, maar die is niet echt gemaakt voor 40 graden. Dat is meer gewoon een beetje een zomerse kleurrijke look. En de look van vandaag is echt voor de hitte dagen dat je toch een beetje make-up op kunt doen zonder dat het er helemaal afsmelt en je er toch gewoon een beetje goed uitziet. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik maak de intro niet te lang, ook al is hij volgens mij al echt te lang. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zit by the way helemaal onder de muggenbeelden. Ik heb hier een klein muggenbeeldje. Ik heb hier een muggenbeeld. Ik heb echt overal muggenbeelden. Niet te doen, gewoon niet te doen. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Ik heb ze gewoon een beetje ingevuld met een wenkbrauwpotloodje en een beetje wenkbrauwgel. En meer heb ik niet gedaan. Ik wil ze een beetje naturel houden. Voor mij is het naturel. Met wat ik altijd begin is mijn dagcreme en zonnebrandcreme. De dagcreme die ik gebruik is van Clay & Glow. En ik heb deze bioterm zonnebrandcreme. Die heb ik gewoon van een Douglas. Deze twee mix ik met elkaar en breng ik aan. Ik breng zonnebrandcreme altijd aan. Of er nou zon is of niet, zomer of winter, maakt niet uit. Ik pak gewoon een heel klein beetje en die mix ik dan met de dagcreme. En die breng ik dan aan. Een zonnebrandcreme op je gezicht is gewoon heel belangrijk. Want ondanks het niet altijd goed weer is, is er wel altijd zon. En die stralingen komen gewoon alsnog op je gezicht. En dat maakt je gezicht gewoon echt ouder. Mijn zus is 10 jaar ouder dan mij. En zij zei ook een keertje van als ik één ding kon veranderen, is was het op tijd beginnen met zonnebrandcreme op mijn gezicht. Dan had ik dat echt gedaan. Dus ik dacht, wij schelen 10 jaar. Ik ben nog op tijd, dus ik ga het gewoon doen. Dus ja, eigenlijk vanaf toen een beetje heeft ze mij wel overgehaald om dit gewoon iedere keer te gaan doen. Dan breng ik ook een gezichtsprimer aan, mijn By Kelsha gezichtsprimer. Dit is de 24K Gold Facial Elixir. Dit is ook een beetje een soort van dagcreme. Het is ook een beetje skincare-achtig. Deze vind ik heel erg fijn, omdat hij mijn gezicht echt zo'n mooie glow from within geeft. En of course gaat het ervoor zorgen dat mijn make-up iets beter blijft zitten. Ik breng niet te veel aan, echt gewoon een heel klein beetje. En die smeer ik dan ook nog over mijn hele gezicht. Ik vind hem ook echt altijd heerlijk ruiken. En ik vind het gewoon echt heel mooi hoe het mijn gezicht eruit laat zien. Het laat mijn gezicht een beetje stralen. En dat vind ik echt prachtig. Ook voor de meiden met een vettige huid. Die hebben misschien iets van, oh mijn god Sarah, ik wil niet dat mijn gezicht nog meer glimt. Want mijn gezicht glimt al veel. Je kunt dit product alsnog aanbrengen. Het laat je gezicht niet glimmen op een lelijke, vettige manier. Het heeft gewoon echt een beetje een glowy, sprankelende vibe. En daar hou ik van. Ik vind het gewoon heel mooi hoe je mijn gezicht eruit laat zien. En vooral met weinig make-up is dat belangrijk. Want ja, dan is mijn huid goed te zien erdoorheen. Foundation is een stap die ik persoonlijk compleet oversla. Omdat het voor mij niet per se hoeft. Ik heb een vrij egale huid, godzijdank. Dus ik heb niet echt heel veel om te bedekken. Als jij toch iemand bent die zich iets prettiger voelt met toch wel een klein beetje foundation op, dan adviseer ik de Milani Screen Queen Foundation. Mijn kleur is 340 Warm Buff. En het is een hele fijne foundation met een super, super lichte dekking. Dus deze gebruik ik bijna altijd op de zomerse dagen. Als ik toch wat meer make-up op wil, gebruik ik bijna altijd deze. En ik heb hem nou ook echt al de laatste tijd vaak gebruikt. Ik vind hem echt toppie. Oh mijn god mensen, ik was mijn NYX Cosmetics spons kwijt. De fijnste spons die ik heb. Ik ben hem al een halve week of zo kwijt. Doe ik gewoon mijn la open, is hij gewoon in mijn concealer la. Like, ik weet niet of ik de enige ben die dat doet. Dat je ineens je concealer vindt in de kelder en zo. De volgende stap wordt concealer. Concealer is het product voor mij om mijn huid mooi egaal te maken. Ik heb ook hier een beetje donker zoals je kunt zien. En dat wil ik altijd een beetje wegwerken. Ik gebruik vaak mijn Revolution Conceal en Infinite Concealer in de kleur C5. Deze vind ik heel fijn omdat hij goed dekt. Maar ook licht op de huid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het voelt niet zoals een plamuur op je gezicht. En dat vind ik fijn. Daarom gebruik ik deze. Hij is al wel bijna op.
En deze breng ik gewoon een klein beetje aan hier zo. En dan breng ik het ook een beetje hier aan. Want hier is het bij mij altijd een beetje donker. Ik breng niet zoveel concealer aan als dat ik normaal doe. Normaal maak ik echt zo die hele driehoek. Maar dat doe ik nou niet. Ik breng gewoon een beetje hier aan. Ik breng ook altijd een beetje aan op mijn kin. Omdat het daar altijd een beetje rood is. Ik zie nou ook hier een beetje rood. Dan breng ik het daar ook aan. En ik breng ook altijd een beetje hier aan bij mijn voorhoofd. En dat maakt het dan straks daar zo een beetje egaal. En that's it eigenlijk. Als jij nog meer plekjes hebt, een beetje acne of wat dan ook, breng daar dan ook gewoon de concealer. En dan blend ik het in met mijn spons. Dit is mijn Beauty Bay spons. Die is een beetje klein, dus die vind ik fijn voor concealer. En dan blend ik het gewoon helemaal uit, zoals hoe ik het normaal doe. En dan wat hier zit, blend ik ook helemaal uit over mijn hele ooglid. Om het helemaal te verlichten daar. Dit maakt altijd super veel verschil, vind ik. Want dan wordt het hier helemaal opgelicht. Zie je dit? Zie je het verschil met hier en hier? Hier is het nou echt nog best wel donker. En hier wordt het helemaal verlicht. En dat vind ik altijd echt prachtig. En dan trek ik de concealer ook nog een beetje zo door op mijn neus. Gewoon om het allemaal een beetje mooi egaal te maken. En dat alles gewoon hier mooi in geheel wordt. Kijk even wat voor een verschil het maakt. Oh my god, super super veel verschil. Dan ga ik in met poeder. Poeder is natuurlijk, dat hoef ik niet eens meer te vertellen, een super belangrijke stap. Vooral voor de meiden met een vettige huid. Jullie make-up smelt echt binnen 20 minuten. Ik heb een normale tot droge huid. Dat probleem heb ik niet echt. Maar breng lekker veel poeder aan. Een hele fijne poeder is deze Airspan poeder van mij. Dit is de dop. De dop is eraf, want hier zit een beetje poeder in. Deze is betaalbaar en super super mat. Ik heb geen enkele andere poeder die matter is dan deze. Dus dit is echt mijn poeder voor de warme dagen. Waar je wel een beetje op moet letten is dat hij een beetje flashback heeft. Dus als jij weet van oké, ik ga veel foto's maken en zo, dan zou ik een andere poeder aanraden. Maar als je dat niet doet, dan is het echt een ideale poeder. Dus deze ga ik aanbrengen. En ik breng dan extra veel aan op de plekken waar ik die concealer heb aangebracht. Dan doe ik daar een beetje baken, zoals ik altijd doe. En dan met wat er nog gewoon hier op zit, ga ik over de rest van mijn gezicht. Deze stap doe ik normaal niet. Normaal breng ik het echt alleen een beetje aan waar de concealer is. Om de concealer te zetten. Maar nou met deze zomerse dagen breng ik het een beetje overal aan. Meiden met een vettige huid, ga gewoon vol in die poeder. En breng het gewoon lekker veel aan over je hele gezicht. En daarna er gewoon een beetje zo afhalen met een kwastje. Dan voor nu laat ik mijn gezicht eventjes zo. Dan ga ik beginnen aan de ogen. Ik doe geen oogschaduw. Niemand heeft tijd voor dat in 40 graden. Het enige wat ik doe is ik maak een zwarte lijntje op mijn wimperrand. Hiervoor gebruik ik mijn Essence Liquid Eyeliner. En dit is de waterproof variant. Dat vind ik fijn om te gebruiken op de zomerse dagen. Want dan gaat hij niet lekken en zo. En dan maak ik gewoon een klein zwart lijntje daar. Kijk, het is echt een hele subtiele lijn, maar het maakt echt verschil aangezien ik ook echt nep wimpers ga opdoen. Als mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Gal Bang Mascara. Deze mascara is echt zo goed dat zelfs mijn mini wimpertjes gewoon te zien zijn. Ik breng ook nep wimpers aan. Dit is echt een hele extra onnodige stap. Als je gewoon mooie wimpers hebt, breng gewoon alleen maar mascara aan en klaar. Ik zou zo blij zijn geweest als ik gewoon dat kon doen, maar dat kan ik niet. Zoals je kunt zien heb ik echt bijna geen wimpers en ik vind dit gewoon echt niet mooi. Dus ik breng wel wat nep wimpers aan. Ik breng deze aan. Deze zijn van de AliExpress. Dit zijn lange wimpers, maar wel naturel wimpers. Naturel en lang tegelijk. Ik weet niet meer welke dit zijn, omdat ik ze echt al maanden geleden of ze hebben besteld, maar pas recent gebruik. Dus deze ga ik heel even snel opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Wimpers zitten erop. Kijk even wat voor een verschil dit maakt. Ik vind het echt prachtig. Dan de onderste wimpers. Voor de onderste wimpers gebruik ik ook een mascara primer. En dit doe ik zodat de mascara op de onderste wimpers ook niet allemaal gaat smutsen en zo. En dat de wimpers daar ook wat voller worden. Dus ook voor de meiden die altijd problemen hebben met dat allemaal mascara hier beneden komt. Dat komt bijna altijd door de onderste wimpers. Dus gebruik dan gewoon een mascara primer. En eventueel ook een waterproof mascara. Ik ga nou gewoon weer mijn Benefit Bad Gal Bang mascara gebruiken. Zo, en dan eerst even de primer een beetje laten drogen en dan pas ingaan met een mascara. Het is hier op zolder gewoon zo heet dat er gewoon echt make-up smelt. Ik weet nog afgelopen jaar, toen was het ook een tijdje zo warm. En toen heb ik echt gewoon lipsticks moeten weggooien omdat ze helemaal waren gesmolten. Gewoon letterlijk kapot. Toen moest ik ze gewoon opnieuw gaan halen. Dus dat was echt vreselijk. Ik zou eigenlijk alles naar beneden moeten brengen, maar ik heb zoveel lipsticks en make-up en zo. Dat is voor mij, ja, daar is voor mij gewoon geen beginnen aan. Ook omdat ik gewoon hier alsnog mijn video's moet maken, maar... Mocht jij ook in zo'n hete zolder zitten, ik adviseer je om in ieder geval je lipsticks en je lippotloden naar een iets meer koelere plek te brengen.
Oké, dan ga ik verder met mijn gezicht. Nou is het belangrijk altijd voor mij dat ik alles mat hou. Ik gebruik zoveel matte producten als kan. Ik ga mijn gezicht een beetje bronzen om iets meer kleur en leven in mijn gezicht terug te brengen. De bronzer die ik vaak gebruik is mijn Catrice Sun Glow Bronzer in de kleur 030 Medium Bronze. Deze vind ik heel erg fijn omdat hij niet te veel pigment heeft. Omdat ik al niet te veel make-up op heb, wil ik niet een bronzer op gaan doen die mij super bruin maakt en dat het helemaal zo overdreven wordt. En deze doet dat niet. En de kleur is ook aan de iets lichtere kant. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dus daarom neig ik vaak naar deze als ik niet te veel make-up op heb. En dan breng ik gewoon een heel klein beetje aan. Niet zoveel. En dan brengt het toch gewoon een beetje kleur terug in mijn gezicht. En dan ook nog heel snel een klein beetje blush. Ik gebruik deze Peach Blush. Dit is een hele mooie peachy matte blush. Vind ik heel erg fijn omdat ook weer dit, net als die bronzer, niet te veel kleur afgeeft. Het is een beetje een naturel blushje. En dan breng ik gewoon een heel klein beetje aan. Om gewoon hier nog een beetje kleur te krijgen. En that's it. Ik heb dit echt gedaan in echt 2 seconden of zo. En mijn make-up look is natuurlijk niet af zonder een beetje highlighter. Vooral ik met mijn droge huid kan het echt wel een beetje gebruiken. Ik gebruik dit paletje van MUW. Deze is heel erg fijn. En dan mix ik deze 2 kleurtjes. En ik breng ook weer niet te veel aan. Niet zoveel als hoe ik normaal zou doen. Gewoon hier een klein beetje een glow. Mensen met een vettig huid. Ik weet van jullie. Jullie vettig huid is al genoeg glow. Breng dan ook maar gewoon een heel klein beetje aan of sla deze stap gewoon echt helemaal over. Ik breng het ook echt alleen maar hier aan en een beetje op mijn neus zo. Ik breng het niet aan op mijn voorhoofd, omdat het dan wel echt lijkt alsof je huid gewoon vettig is. Dat doe ik echt alleen maar in de winter of als het in ieder geval niet zo warm is als nu. Dus op mijn voorhoofd hou ik het gewoon helemaal mat. En dan breng ik ook een beetje aan hier in mijn binnenste ooghoeken. Om het daar een beetje extra sparkly te maken. Dat vind ik altijd wel mooi. Dit doe ik echt altijd. En je kunt dan ook nog een beetje hier doen als je dat zou willen. Voor de lippen hou ik het altijd heel naturel. Ik ga niet helemaal extreem in met een lippotlood, lipstick en dan een gloss. De heel die mikmak die ik normaal doe. Wat ik vaak doe is gewoon een lippenbalmpje. Deze vind ik heel erg fijn. Deze is van Pixie. En die heeft ook een beetje kleur. Die is zo licht roze. Dat vind ik wel mooi. Kijk, dit is de kleur. Dus deze gebruik ik best wel vaak op dit soort dagen. Maar vaak gebruik ik ook gewoon een clear gloss. Deze is ook van Pixie. Is gewoon eventjes toevallig. En dit vind ik dan ook wel fijn om te gebruiken. Alleen een gloss die plakt ook een beetje. En dat vindt niet iedereen fijn. Vooral met de hete dagen. Dus dan is het handiger om gewoon een balmpje op te doen. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga gewoon even snel deze aanbrengen. Kijk, dan heb je toch iets op je lippen zonder dat het too much wordt. Dat vind ik heel erg fijn. Ik heb ook echt droge lippen, dus ik doe altijd sowieso iets van een balmpje op ofzo. En dan of course als laatste een setting spray. Ik adviseer echt een matte setting spray. Ik heb hier die van de Kruidvat collectie, de Make Me Last Matte Setting Spray. Oil control, dus heel fijn voor de meiden met een vettige huid. Heb jij nou een normale of een droge huid zoals mij, dan hoeft dit niet per se. Als jij toch gewoon wilt dat je huid iets meer wordt gehydrateerd, dan kun je bijvoorbeeld ingaan met de Milani Rose Water Spray. Deze is ook echt heel erg fijn. Maar als je echt een vettige huid hebt, gebruik echt gewoon een matte fixing spray. Ik ga voor nu ook gewoon deze gebruiken van de Kruidvat, de matte. Normaal als ik de spray heb gesprayed, dan moet ik even zo waaien met een wire. Maar ik heb nou gewoon een ventilator daar staan. Dus ik kan gewoon mijn hoofd zo voor die ventilator houden. En dan wordt het automatisch droog. Ik hoop echt dat jullie de hele video lang niet te veel last hebben gehad van de ventilator. Want hij maakt echt best wel wat geluid. Het is gewoon zo'n cheap ass ventilator. Nou mensen, dit was dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt prachtig. Ik heb dit echt gedaan in 5 minuten als ik snel doe. En als ik op mijn gemakje doe, dan heb ik dit gedaan binnen 10 minuten. Nou heb ik er alvast een stuk langer over gedaan. Omdat ik ook moest praten met jullie en moest uitleggen. Maar dit heb je super snel gedaan. En het is nou ook gewoon alsof ik gewoon lekkere mooie make-upje op heb. Terwijl ik helemaal niet veel make-up op heb. Ik heb niet eens foundation op. Dus ik heb een heleboel stappen overgeslagen die ik normaal wel zou doen. Natuurlijk is dit gewoon wat ik doe. Jij kunt hier gewoon inspiratie uithalen en alsnog doen op jouw manier. Misschien heb je iets van, nou, die blush hoeft voor mij niet, dan sla dat gewoon over. Maak het gewoon een beetje jouw eigen ding, jouw eigen soort make-up look die jij leuk vindt. Maar dit is dan hoe ik het doe. Dit is de meest naturel make-up look waar ik voor ga. Ik heb al ooit in een andere video verteld dat ik niet echt aan naturel looks doe. Ik doe of gewoon geen make-up of echt gewoon full glam. Maar de laatste dagen wil ik echt die full glam gewoon alsnog doen. Maar omdat hier op zolder gewoon zo heet is en ik het gewoon niet volhou, ben ik maar gewoon gegaan voor dit. En ik vind dit ook gewoon echt prima. Ik vind
vind het echt gewoon een top look. Laat me zoals altijd weer weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Ik vind het altijd geen probleem om jullie vragen te beantwoorden. Daar ben ik voor. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!